Hey, goeiedag. Mijn naam is Henk-Jan Kiewiet en ik ben een natuurfotograaf. En vandaag gaan we naar mijn eigen fotohut. Nadat ik de serie artikelen voor Roots heb geschreven over fotohutten in heel Nederland en België, heb ik eigenlijk tijdens het maken van die serie besloten om zelf ook een hut te ontwikkelen. Mijn overbuurman bleek een prachtig bosje te hebben hier in de buurt. Vlakbij, dus ik hoef maar een paar minuutjes te rijden. En dan zijn we er. En ik vind het ontzettend leuk om jullie mee te nemen naar mijn eigen fotohut Vijf Herenlanden. Daar gaan we. En daar zijn we er al. Met een mooie eigen parkeerplaats. Ik vind het ontzettend leuk om jullie mee te nemen naar mijn eigen hut. Midden in Nederland, in de gemeente Vijf Herenlanden. We hebben een prachtig plekje gevonden, maar dat zul je zo meteen wel zien. En wat ideaal is, is dat het vlak bij huis is. Dus ik kan het goed verzorgen qua voeren en dat soort zaken. En het is heerlijk om je daarin terug te trekken en af en toe lekker onder te dompelen in de natuur van het rivierengebied. Hij gelooft het niet, maar ik kom hier aanlopen in het bosje en ja, ik zie het nog. Je kunt met de GoPro niet zien, maar er springt een ree hier uit de dekking achter de braam en die rent richting de fotohut. Ja, die zullen we vandaag wel niet meer kunnen fotograferen, maar het is natuurlijk wel super gaaf om zo'n ree te zien die vlak voor je neus zit eigenlijk en gewoon in ons eigen gebiedje. Echt super vet. Dit is hem dan. Fotohut Vijf Herenlanden. Zoals je kunt zien, een mooie ruime hut. Sedumdakje erop. Ramen aan twee kanten. Deze kant uitzicht op de weilanden. Met eventueel hier op de boom de buizerd. En aan deze kant de prachtige vijverpartij. Met riet. Een boom in het water. Prachtige plek om bijvoorbeeld reigers te fotograferen, ooievaars, wat de mogelijkheden maar zijn. We zijn druk in de weer om te voeren en zorgen dat er ook dieren komen. Hier ligt een dode gans. Die heb ik er gisteren neergelegd. Ik zal even een klein kort shotje doen. Die heb ik er gisteren neergelegd, maar zoals je kunt zien is die al behoorlijk aangevreten. Dus dat betekent dat waarschijnlijk de buizerd hier behoorlijk actief is geweest de afgelopen tijd. Eendagskuikens zijn weg en ik heb hier boomstammen liggen met daarin uitgevreesd sleuven, zeg maar, waar ik de voering kan stoppen voor de zangvogeltjes. Nou, een hele mooie manier om zo natuurlijk mogelijke setting te houden, zeg maar, en dan toch het voer te kunnen aanbieden aan de dieren. Er wordt goed gegeten. Dat betekent dat er veel dieren actief zijn in het gebied. En ik ga nu eerst even voeren en dan gaan we naar binnen om verder te kijken. Speciaal wilde vogelzaad. Mezen, vinken, fazant,
roodborstjes, hegemus, wie er maar zin in heeft. Kijk, zo zit het voer mooi verstopt achter de boomstam. Hier zitten de vogels bovenop en vanuit de hut kun je daar helemaal niks van zien. Vond ik persoonlijk best handig bedacht. Je zult zien dat het altijd gaat regenen als je dan net besluit om een leuke vlog te gaan maken. Dus het regent nu behoorlijk pijpenstelen. Maar wat we hier ook altijd doen is nog een beetje voer op de grond gooien voor de verzand. Noem eens wat houtduif, holenduif. Dat komt allemaal goed. Kijk, je ziet dat hier mooi de boomstam in het water ligt. Tegenover de hut. En hier proberen we natuurlijk een beetje reigers te krijgen. En wat we doen onder andere is het voeren van wat eendagskuikentjes. Waar die reigers eigenlijk dol op zijn. En op die manier proberen we die voor de hut te krijgen. En het lukt heel aardig. Het waait een beetje. Ik hoop dat je daar niet te veel last van hebt. Dat lukt heel aardig. We hebben hier ook de boomstam die ik al even liet zien voor de buizerd neergezet. Maar die wordt meer gebruikt door reigers. Ik zag de eerste keer dat ik hier wat langer zat. Hier zie je ook wat eendagskuikentjes in zitten. De eerste keer dat ik hier zat, zag je onder andere dat er een reiger kwam aanvliegen. Zeer doelbewust. Die ging naast de boom zitten. En stapte pontificaal zeg maar op die boom af, klom erin en had in no time alle eendagskuikens op. Nou prima, hartstikke leuke soort om voor je lens te krijgen. En uiteindelijk hopen we dat dat ook gaat lukken met soorten als bijvoorbeeld burperreiger die hier in de zomer regelmatig te zien is. Nog even een paar shots van in de hut. Ik had de deur al open gemaakt uiteraard. Zoals je kunt zien is het een behoorlijk ruime hut. Daar zit het gordijn nog dicht voor het raam naar de vijver toe. Dat gordijn is open voor de plek naar de buizerd. We hebben een stretcher staan. Er staat hier het een en ander aan voer. En aan deze kant is, ja, zo luxe kan het zijn, een keukentje, gasbrander met een keteltje erbij. Kun je een kopje soep, een kopje koffie maken, thee. En we hebben zelfs, ik moet nog licht aanbrengen erin, maar we hebben zelfs een toilet. Waardoor je op je gemak in deze hut kunt verblijven. Je zit vervolgens in een verdiepte bak, in de vijverbak, met treetjes af. Waardoor je eigenlijk, als de buizerd bijvoorbeeld in die boomstam komt zitten, waar die eendagskuikens net in liggen, of een torenvalk, dat kan natuurlijk ook. Vorige week zat er een sperwer hier vlak voor mijn neus. Die komt op de kleine vogeltjes af die op het zaad afkomen. Maar dan zit je eigenlijk op ooghoogte met de dieren. En dat is wat je graag wil als natuurfotograaf. Je wil het liefst op ooghoogte met je soorten zitten. Kijk, de weersomstandigheden zijn op dit moment niet optimaal. Nou is dat normaal, hè? Een natuurfotograaf zeurt, net als een boer, altijd over de weersomstandigheden. Het is te droog, te nat, te koud, te heet, nooit goed. Maar het is nu wel echt grijs en grauw en het regent. Dus ik denk niet dat er vandaag heel veel mooie beelden geschoten worden. Hoewel dat prima kan met slecht weer en juist een beetje bijzondere lichtomstandigheden. Maar wat wel leuk is om te zien, is dat je hier nu, zoals je een beetje kunt meekrijgen, aan de ene kant zeg maar het raam hebt voor de buizerd, de weilandsoorten, fazant die meestal om de hoek komt lopen. En aan de andere kant zit het gordijn met daarachter het raam voor de vijverkant. Nou is het wel zo dat je moet kiezen. Je moet of aan de vijverkant fotograferen en dat betekent dan eigenlijk dat je het raam aan deze kant dicht moet doen, want anders valt er te veel licht in de hut en dan zien de vogels er zitten. Maar je kunt dus switchen
We maken nog kijkgaatjes in de gordijnen. Je kunt switchen van de ene kant naar de andere kant. En zoals je hier kunt zien, heb je dan een fantastisch uitzicht op de vijverpartij. Met als het mee zit een beetje die reigers die op de boomstam komen staan. Er zou een ijsvogeltje op die takken kunnen komen. Hiervoor staat een paal, daar zitten gleuven in. Daarachter kunnen we pindakaas insmeren. Er liggen hier de stammen voor de kleine vogeltjes. Er is nog een mooie landingspaal voor eventueel torenvalk of een buizerd. Er staan wat struiken hier en daar. Dus het begint zo langzamerhand allemaal op zijn plek te vallen. En vooral aan deze kant, als je hier in de hut zit met avondlicht, tegen die rietpluimen aan die je aan de andere kant ziet van het verhaal. Ja, dan heb je eigenlijk fantastisch mooie omstandigheden om met een hele mooie achtergrond een aantal vogelsoorten te fotograferen. Daar zal ik wat voorbeelden van aan het eind van de vlog stoppen. Nou, dat is het beeld. Ik ga nog even genieten. En we komen zo met de slotzinnen. In de hut liggen op het brede werkblad twee grondplaten. Netjes gedoneerd door Marco de Jong. Waarvoor dank. En daar heb ik mijn balhoofd op zitten, een Really Right Stuff balhoofd. Dat laat ik meestal hier, dus daar kun je ook gebruik van maken als je de hut zou willen benutten of gebruiken. En anders kun je hier, of op allebei natuurlijk, je eigen kop, je eigen schommelkop, je eigen balhoofd, wat dan ook, monteren. En dan kun je fijn vanaf deze stevige werkplaat door het raam naar buiten fotograferen. Er zijn mensen die vinden dat niks, hè, door een raam fotograferen. Ik vind het prima, je zit goed beschut, het is spiegelglas, dus de dieren hebben er wat minder last van. Ze zijn toch nog schuw genoeg hoor, want ze zijn nog niet helemaal gewend aan de situatie hier. Het is natuurlijk ook een nieuwe hut, dus dat maakt ook een beetje een verschil. Wat ik ook aanraad dan is om altijd en zeg maar zoveel mogelijk je hoofd te bedekken, maar ook, ik zal het even laten zien. Als het even kan, zoveel mogelijk je gezicht te bedekken. En je handen te camoufleren. En dan zul je zien dat je op die manier eigenlijk veel minder zichtbaar bent dan wanneer je in je handen tevoorschijn haalt die helemaal wit zijn. En zeker als je een witte baard hebt zoals ik, dan ben je veel zichtbaarder. En ook nog eens een kale kop. Nou ja, dan is het helemaal duidelijk dat die vogels je wel zien zitten. Dus camoufleren, ook in de hut, is altijd een goed idee. Nou, ter afsluiting dan, vanuit de fotohut Vijf Herenlanden. Het is vandaag een beetje grauw en grijs, het waait, het is niet echt boeiend. Er komen niet zo heel veel vogels op dit moment hier naartoe, is ook prima. Het is om de hoek, ik kan er elke dag naartoe als ik dat zou willen. Maar aan het eind van deze vlog zal ik een aantal van de foto's laten zien die we in deze hut hebben gemaakt de afgelopen weken. Zoals gezegd, het is een hut in ontwikkeling. Hè. We zijn net begonnen. We zijn aan het voeren. De soorten raken eraan gewend. Maar ik denk dat het een ontzettend leuke plek is. En een hele fijne plek is om midden in Nederland je te kunnen onderdompelen in de natuur. Even weg te zijn van de drukte. En op een heerlijke manier mooie natuurfoto's te maken. Ik zeg graag tot de volgende keer. Ja. Wat ik dan natuurlijk niet moet vergeten, is om aan te geven waar je die hut kunt huren. En dat is heel simpel. Je kunt naar de website henkjankieviet.com. Op die website zit een tabblad Fotohut, Fotohut Vijf Herenlanden. Daar zit een boekingssysteem achter. En daar kun je heel eenvoudig kijken of de hut beschikbaar is. En de komende tijd is dat dan zo, want hij is net online. Dus ik zou zeggen, ga je gang, neem eens een kijkje en kom eens kijken in de Fotohut Vijf Herenlanden. Nu daadwerkelijk tot de volgende keer dan. Disappear.
from here with no loving in our souls and no money in our courts. You can say we're satisfied, Angel. You can say we never tried. Yeah.